Welkom in de brouwzaal, waar het bier voor het eerst vorm krijgt. Het gerstemout dat uit de mouterij komt, wordt eerst gemalen. Daarna wordt er een dun beslag gevormd door het moutmeel met warm water te mengen in de brouwketel. En zo kan het zetmeel in wortsuikers worden omgezet. Vervolgens haalt de wortfilter het kaf en onopgeloste deeltjes uit ons brouwsel. In de kookketel wordt er hop toegevoegd om bacteriegroei tegen te gaan. En tijdens het koken worden er eiwitvlokken gevormd die de filtratie gemakkelijker maken. Daarna scheidt de Whirlpool het heldere wort van de eiwitvlokken. Koud water en lucht helpen dan ons wort op adem te komen. En tijdens de hoofdgisting in cilindroconische tanks worden tot slot de suikers omgezet in alcohol en CO2. Ons jong bier is geboren.